want dat zou ook maar zo hier kunnen. Uit Nuland vanaf baan 8, Juri Nedekoren. Baan nummer 7 vanaf het Twentse Ros, Bas Steenloop. De Woepers vanaf baan 6, Erik van der Wiel. Vanaf baan 5, de Spartanen, Wim Flederus. Baan nummer 4, en dan komen in de vierkanshebbers, is de man van BMX Apeldoorn, Elwin Remmets. Baan nummer 3, in het blauw, de man van de IJsselcrossers, Kevin Elbers. We gaan naar baan nummer 1 in het oranje, FCC De Vaart, Sietse Oegema. En de laatste man, kan hij voor een verrassing zorgen namens deze club uit Nijkerk? Geef hem een groot applaus, Mathieu Rademaker. Finale, boys, 15 jaar. Is Elbers weer goed weg, want dat is hij vaak in finales. Het is Oegema. Elbers Oegema. Het lijkt toch weer Elbers door. Hij is altijd goed in finales. Remmets aan de buitenkant. Rademakers is weg. We zien de Woepers terugkomen. De Woepers die daar goed bij zitten met Van de Heuvel, denk ik. Maar het zijn toch weer die twee trainingsmaten daar. We zien Elbers weer op 1. We zien Oegema op 2. En wat doet hij dat toch altijd knap, hè? Altijd als er een finale is, is hij beter dan dat hij de hele dag geweest is. En gaat hij dan die laatste bocht wel doorkomen? Oegema is ook in aantal. Hij heeft 3 rondjes kunnen kijken hoe hij moet rijden. Daar komt de aanval. Daar komt de aanval van Sietse Oegema. En ook hier zien we weer het verschil in de laatste bocht. Kampioen Sietse Oegema.